Martijn Magginga van het historisch festival Almelo. Wat is uw taak? Mijn taak is om namens het historisch festivalbestuur reenactors hier te krijgen, deelnemers, om een gigantisch gebeuren hier te kunnen realiseren waar heel veel mensen blij van worden. Waar komen die reenactors vandaan? De reenactors komen dit keer uit Nederland, België, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Tsjechië, Roemenië. We zijn nog bezig met Australiërs en Spanjaarden. Dus ze komen eigenlijk uit de hele wereld hier naartoe om een gigantisch festijn te organiseren. Is er nog iets bijzonders anders dan andere jaren? Ja, het is grootser weer dan de vorige keer. We hebben ongeveer 100 reenactors extra, dus we komen aan een kleine 800 reenactors. Daarmee zijn we het grootste Napoleontische festijn in Nederland. Dus dat is op zichzelf al heel uniek, dat die allemaal naar Almelo komen om dat weer te geven. Daarnaast hebben we een aantal nieuwe elementen toegepast. We moeten natuurlijk altijd verrassend blijven. Nieuw is dat wij voor het eerst en bijzonder onderwijs en maar ook het voortgezet onderwijs, MBO, erbij betrekken. Dus daarvoor hebben we een nieuw project met het proces van Hutteklaas. Wat we gaan integreren in het festival en ook het Hutteklaas-proces wordt nagespeeld tijdens het festival. Daarnaast werken we samen met een aantal nieuwe groepen, waaronder de scouting in Almelo. Die gaan een oude plagge hut bouwen. We werken samen met Armoedepact in Almelo. Dat is ook weer een nieuw element. En we komen weer met rondleidingen voor gehandicapten, koetsentochten, veldslagen, cavalerieshows, artillerieshows, tal van activiteiten. De ambulance komt naar Almelo. Die gaat helemaal aangeven hoe dat toen de tijd ging, want ook de ambulance komt uit de Franse tijd. Kortom, het is een gigantisch spektakel met weer nieuwe, frisse elementen erin. Het is van 10 tot 12 mei in Schelvenspark in Almelo. En het is een gratis toegankelijk evenement. Dus voor iedereen, jong en oud, iedereen is van harte welkom. En het kost niets. Nog iets over die kinderen die meedoen. Hoeveel kinderen zijn dat? Al met al zijn bijna 3000 kinderen uit Almelo. En ook Maria Parochie. In een school in Wierden doet zelfs mee. Dus bijna 3000 kinderen die meedoen met het educatieprogramma. En daar hebben we daarnaast nog eens een keer dus het voortgezet onderwijs wat voor het eerst betrokken is. En dat doen we, hebben we een project opgezet in samenwerking met de rechtbank Overijssel. De reenactors die gaan naar de scholen toe. Die geven in uniform, zoals ik hier ook sta, les aan de kinderen. Dat maakt natuurlijk ook dat de geschiedenis heel dichtbij komt. Hè, en ook veel interessanter voor de kinderen. En ik hoor ook vaak dat de leraren zeggen, ja, ze vinden in één keer geschiedenis heel leuk en heel interessant. Dus die reenactors gaan in de week voor het historisch festival naar de scholen toe. En die geven les over de Franse tijd in uniform. En daarbij geven ze 2% aan de kinderen. Alle kinderen die krijgen een gratis kwartetspel. Wat wij verstrekken en die geven ook daarnaast, krijgen de kinderen een gratis boekje. En dat boekje heeft de titel De Veldtocht van de Almeloze Weverszoon. En de hoofdpersoon in dat boekje, die heeft daadwerkelijk gediend in het Franse leger. En dat was Hendrik ten Brugge uit Almelo.